Tegenwoordig rijden op de Nederlandse nevenlijnen vooral treinstellen van het type Wink of Spurt. Maar ooit waren deze lijnen het domein van de Blauwe Engel. Toen in 1908 deze eerste elektrische trein van Nederland reed, is er een begin gemaakt met de elektrificatie van het Nederlandse spoorwegnet. Het verhaal gaat dat kinderen van school spijbelden om hem alleen maar langs te zien rijden. Er kwam geen rook uit en er komt wel in beweging. Huishoudens hadden vaak nog gasverlichting thuis, dus die elektriciteit, dat was iets magisch. Nadien kwam de diesel-elektrische tractie. En dat had tot voordeel dat dus de trajecten die minder lucratief geacht werden, in het noorden van Nederland bijvoorbeeld, daar konden toch de reizigers bediend worden door middel van die diesel-elektrische treinstellen. Nou, 1934, diesel 3, werden diesel 3 genoemd omdat die uit drie bakken bestaat. Die hadden grote Maybach dieselmotoren erin, luchtgekoeld. En die hadden tot nadeel dat ze heel snel oververhit geraakten. Dus Nederlandse spoorwegen, vol trots, hadden enorm geïnvesteerd in die diesel-elektrische treinstellen. Scharvenberg-koppeling, een noviteit, gestroomlijnd materieel. Je kon van kop tot kop door de hele trein heen lopen. Toiletten, derde klasse, tweede klasse, eerste klasse, van alle gemakken voorzien. Maar aangezien die heetloper vaak plaatsvond door die Maybach-motoren, bleek het een beetje een fiasco. Vervolgens brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitsers confiskeerden de Maybach-motoren en plaatsten die in de U-boten. Na de oorlog moesten er dus nieuwe diesel-elektrische treinstellen gebouwd worden. Ook voor de onrendabele lijnen in het noorden van het land. De Rotterdamse treinbouwer Alan kwam met dit treinstel, de DE1. Dit sterk verbeterde model behaalde een snelheid van 130 km per uur. En het probleem van de oververhitte motoren was opgelost. Ook het interieur was flink gemoderniseerd. En het is ook zo dat er een andere onderstel zit, dus je kunt hogere snelheden behouden in de bogen. Dus het had wel voordelen. Automatische Scharvenbergkoppeling, dus er waren nauwelijks rangeerders voor nodig. Even die rode beschermplaat aan de voorzijde eraf nemen, klak klak, en ze werden gekoppeld. De motorwagens bleken vooral voor de enkelsporige en vaak onrendabele lijnen de reddende engel. De naam Blauwe Engel, die hebben ze te danken aan het feit dat op de neus een prachtige vleugel is. Het logo van de fabrikant Alan te Rotterdam. En de kleur blauw. Nou, dat was een beroemde film uit de 30e jaren met Marlene Dietrich. Die heette de Blauwe Engel en zo is die bijnaam ontstaan. Blauwe Engel. En het was niet alleen een blauwe engel, maar het bleek ook een reddende engel. Want de minder bevolkte gebieden van Nederland konden toch bediend worden door de spoorwegen. Treinbouwer Alan kreeg de opdracht om 36 van deze treinen te maken. Een enorme order in die tijd. Alan bouwde als dank deze extra en unieke motorwagen, de Kameel. Omdat hij dus Steven die koepels op zijn dak heeft, nou ja, dan is het bijna een Kameel snel gevonden. En dat is een inspectiedirectierijtuig geweest, wat dus ook door hooggeplaatste gasten gebruikt werd om ze even het Nederlandse spoorwegennet te tonen. En dat is een cadeautje geweest, tenminste, daar is voor betaald. Maar dat werkte misschien ook wel een beetje als een soort sociaal smeermiddel. Kijk, wij halen die grote order bij jullie binnen. Als dank daarvoor bieden we jullie dit unieke exemplaar.
Terug naar de Blauwe Engel. En het voordeel van diesel-elektrische tractie is dat je dus een dieselmotor hebt die een gering aantal toeren draait. Je hoeft dus niet te schakelen. Dat is natuurlijk bij de torque die je nodig hebt om die enorme gewichten in beweging te brengen, moet je schakelen. Dat is allemaal heel storingsgevoelig. Dat is hier niet aan de orde. Op het moment dat je elektriciteit opwekt en je hebt bovendien een grote hoeveelheid accu's erin waarmee je een buffer elektriciteit op kunt slaan, kun je traploos versnellen. En traploos vaart verminderen en lekker laten uitrollen natuurlijk om je energieverbruik te drukken. Later verscheen de DE2, een tweedelige versie van de Blauwe Engel. Met de introductie van de elektrische tractie in Nederland was het reizen per spoor, dat was een onbehoorlijk exclusieve aangelegenheid. Werknemers hadden een zesdaagse werkweek, verdienden gemiddeld 6,5-7 gulden per week. Als je bedenkt dat een retourtje derde klasse notabene tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag kostte je al 1,20 gulden. Dus treinreizen was in die tijd, zo rond 1910, was echt een weggelegd voor de gegoede burgerij. De forens, zoals we die nu kennen, woon-werkverkeer, die bestond niet of nauwelijks. Daar waar je woonde, was je werk. De noodzaak tot reizen was er niet. 50er jaren veranderde dat. De lonen gingen omhoog. De bedragen voor treinreizen gingen naar beneden. Arbeiders kregen het recht eind 50 jaar op een vrije zaterdagmiddag. Alleen nog maar, hè. Zaterdagochtend moest er nog gewerkt. En zo kwam het ook binnen het bereik van, nou ja, zoals dat dan zo gek klinkt, de gewone man. Je kon een plezierreisje per spoor maken met je gezin. Een dagje naar het strand of een keer een dierentuinbezoek, een museum. Dat was voordien niet weggelegd. Voor de gemiddelde arbeider. Mat 46 bijvoorbeeld, elektrische treinstellen, die hebben qua neus nagenoeg dezelfde vorm. Die vormgeving, wat dus als modern beschouwd werd, gestroomlijnd materieel. Het verhaal gaat dat Raymond Loewy, de ontwerper onder andere van het Shell-logo en het Coca-Cola flesje, die was onder de indruk van dit materieel. Die beweerde toen hij in Nederland geweest was dat hij de toekomst van de spoorwegen gezien heeft. Toen de NS in de jaren 60 met een nieuwe huisstijl kwam, elektrische treinen groen werden en getrokken treinen blauw, kregen dieseltreinen een rode kleur. Zo ook de Blauwe Engelen. Ook het logo verdween van de neus en werd vervangen door het huidige NS-logo. Toen de treinen daarna geel werden, kregen ook de engelen op het spoor een gele kleur. Momenteel staat de treinstel 179 nog bij de Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij in de gele NS-kleur. Ook in Winterswijk, bij de HSA, staat nog een geel, tweedelig treinstel, de 186. Sinds 2020 is in een bos in de buurt bij Hengelo ook een DE2 te vinden, de 180. Dit treinstel is weer in de originele blauwe kleurstelling geschilderd en hoort bij een toeristische fietsspoorbaan. Ook op een camping in Hoogwaard is een soortgelijke Blauwe Engel te vinden. Maar de meest originele is de motorwagen in het Spoorwegmuseum met nummer 41. Nog steeds is deze Blauwe Engel zo nu en dan op het Nederlandse spoor te vinden. Nederlandse spoorwegen rijden nu alleen nog maar elektrisch. Er zijn natuurlijk andere spoorwegmaatschappijen in Nederland, wat kleinere, die rijden dan nog wel diesel-elektrisch. Maar dat was daarmee gedaan. Diesel-elektrische tractie is daarmee afgestoten. Maar wat na de Blauwe Engelen gekomen zijn, dat zijn diesel-elektrische treinstellen. Zoals als laatste dus die Buffel, die dus ultramodern is. Ultramodern, maar toch ook al naar het museum. Reizen per dieseltrein? Dat kan, bij de kleinere vervoerders. Een brief op de bus doen. We doen het steeds minder, maar ooit was dit de meest gangbare manier van communicatie. In tegenstelling tot nu ging alle correspondentie per post. Ook op het station kon je post en pakketten versturen. En zelfs in sommige treinen zat een brievenbus. Tot en met 1997 was het een veelgezien fenomeen, de posttrein. Jarenlang is in Nederland het postvervoer voornamelijk per trein geweest.
Ik geloof dat het bij elkaar iets van 13 of 14 stationspostkantoren waren. En dat waren dus grote plaatsen waar vanuit daar werd er dan natuurlijk gedistribueerd. En dan werd het op andere manieren vervoerd. Kortere trajecten werden met de wagen gedaan. En voordien natuurlijk de postkoets, hè, laten we wel wezen, want daar is het allemaal mee begonnen. Zelfs daarvoor ging het over het water. He, dat je trekschuiten enzovoorts, daar werd ook post mee vervoerd. En nadien, de kortere trajecten werden dus over de weg afgelegd. De iets langere trajecten, ook nog de reguliere spoorbaantjes. En de grotere trajecten tussen de grote steden, daar ging de bulk. Dat werd dus echt, dat was echt groot postvervoer. En hoe kan het ook anders? Dit ging oorspronkelijk per stoomtrein. Standaard hing er aan stoomtreinen ook altijd één of meerdere goederenwagons. In die wagons was ook altijd een plekje gereserveerd voor postzakken. Op de kleinere stations werd niet gestopt. En het is zelfs zo dat er wel eens postzakken aan de buitenzijde aan een haak werden gehangen. En dan werd er met geringe snelheid langs het station gereden. En daar was een pin waarbij die postzak gegrepen werd. En dan reed de trein dus zonder te stoppen verder. En dan werd die postzak, die bleef achter. En zo konden er ook postzakken meegenomen worden. Dus dat was een hele ingenieuze manier. Wel een beetje risicovol natuurlijk, want als zo'n postzak scheurt, dan ligt alles in de plassen. Maar dat was een manier waarbij er dus ook geladen en gelost kon worden zonder te stoppen. Naast de reis van mensen begon ook de reis van de post op het station. Stations waren voor de oorlog vaak één van de belangrijkste gebouwen van de stad. Het was dus logisch om ook in een stationsgebouw een postkantoor te vestigen. Een stationspostkantoor. Dus daar kon je, als je een brief of pakket af te leveren had, ging je naar het station. En dat waren inderdaad grote, makkelijk te vinden gebouwen in de stad. Dat had tot voordeel dat de posterijen vaak stationspostkantoren hadden. En dan hoefde de post dus vanaf het station, kon direct de trein in of uitgeladen worden. En dan was je dus direct, kon je vertrekken. Kon de post bezorgd worden naar het volgende station. En dat had tot voordeel dat de post dus in wezen minder kilometers hoefde af te leggen. Je had inderdaad op de kleinere stations, dan werden er dichte postzakken vervoerd. En die waren dus al gesorteerd en die werden afgegeven op het station. En dan werd het daarna verder gesorteerd om dan via andere manieren tot uiteindelijk de plaats van bestemming te bezorgen. Je had ook inderdaad poststukken die in de trein zelf gesorteerd werden. Dus dan had je postbeambten, dat waren niet lieden, die waren dus in dienst van de posterijen. De PTT, hè, post, telegraaf, telefoon. En die waren dan tijdens de rit, vaak 's nachts, aan het sorteren. En dan had je dus het grote voordeel dat het werk van het sorteren gecombineerd werd met het vervoer. Dus dat was een tijdsbesparing. Het sorteren ging via handmatige postvakken waar de poststukken ingeplaatst werden. Ieder station heeft een eigen afkorting. De poststukken met de bestemming Apeldoorn gingen in het vak APD. En die van Amersfoort in het vak AMF. Door de glazen ruitjes in het dak kon men gewoon met daglicht zien dat de poststukken in de juiste postvakken terechtkwamen. In eerste instantie werden er aparte compartimenten in bagagerijtuigen geplaatst. Waar dus eventueel kleine sorteerwerkzaamheden plaatsvonden, maar waar post gewoon vervoerd werd. Die werden dus aangekoppeld aan reguliere reizigerstreinen. En het leuke is dat die post, die grote spoorwegmaatschappijen, die waren verplicht vanuit de staat om die postrijtuigen mee te nemen. Dus die hadden daar geen zeggenschap over. Die moesten dat gewoon vervoeren. Dat waren postrijtuigen die waren door de staat gebouwd. Die waren dus niet in bezit van de Nederlandse spoorwegen of andere spoorwegmaatschappijen. Die waren puur in eigendom van de posterijen. Dat waren specifieke postrijtuigen. Deze voor en na de Tweede Wereldoorlog gebouwde postrijtuigen lijken op gewone reizigerstreinen met een blinde machinist. Maar het zijn toch echte postrijtuigen. Dit gestroomlijnde materieel kon door de Scharfenberg-koppeling gekoppeld worden met gewone reizigerstreinen en kon daarmee in de gewone dienst meerijden. Omdat er verschillende koppelingen waren, moest de koppeling opgeklapt kunnen worden. Vandaar de opvallende deuk in de neus. Aan boord konden postbeambten hun werk doen. Het Spoorwegmuseum heeft één zogeheten pek in haar collectie. Dit rijtuig heeft van 1938 tot 1979 dienst gedaan en kon tijdens haar dienstjaren meerijden tot een snelheid van 125 km per uur.
Er waren meer werknemers in die treinen nodig omdat de snelheden hoger waren. Dus er was minder tijd om die post tijdens de rit te sorteren. Dus er moesten meer postbeambten mee in de trein. En als je meer lieden hebt, dan is er af en toe natuurlijk ook een noodzaak tot een sanitaire stop. Maar daar hoeft er niet voor gestopt te worden, want die packs die waren voorzien van een closet. Vandaar dat de letter C daarin staat. In 1949 werden er nieuwe postrijtuigen besteld. Deze rijtuigen zouden in getrokken intercitytreinen mee gaan rijden als postrijtuig. Omdat de stops op de stations steeds korter werden, zijn de rijtuigen na verloop van tijd in losse posttreinen gaan rijden. Zo zaten postvervoer en reizigersvervoer elkaar minder in de weg. Het gebruik van TL-verlichting was nieuw en een kachel zorgde voor een aangename werkruimte. Toen in de jaren 60 de MAT 64 als nieuw stoptreinmaterieel op het spoor kwam, was er ook behoefte aan nieuwe posttreinen. Het liefst treinen die zichzelf konden voortbewegen. Zo kwam de PTT in 1966 met een motorwagen die was gebaseerd op de MAT 64. Er kwamen 35 van deze 52.000 kilo zware elektrische motorwagens. Ze hadden een oppervlakte van 41 vierkante meter en een laadvermogen van 15 ton. In het begin kwamen ze in bruin-geel op de baan, maar met de nieuwe NS-kleurstelling in de jaren 80 werden ze NS-geel geschilderd. Ook krijgen ze de nieuwe rode PTT-kleuren. Eind jaren 70 worden er 62 wagons van het type HBB-KKSS gebouwd, om de toename van post te kunnen blijven vervoeren. Daarmee mocht de motorposten nog eens 200 ton trekken. Later was het zo dat post voornamelijk 's nachts vervoerd werd, omdat het reizigersvervoer heel erg ontzettend toenam. En dat, daarmee kwam die post een beetje in de verdrukking. En toen zijn ze voornamelijk ook 's nachts post gaan vervoeren, om die reden. Het is zo dat op het moment dat er echt daadwerkelijk postkantoren bij het station was, dus de stationspostkantoren, dat uiteindelijk gescheiden is geworden van reizigersvervoer. En de perrons voor die posttreinen waren ook hoger, zodat die post makkelijker in- en uitgereden kon worden. En dan werd dat helemaal gescheiden. In de jaren 90 ontstaat er een probleem. Door de enorme reizigersgroei vinden niet alleen de postritten voornamelijk 's nachts plaats, ook werkzaamheden aan het spoor worden voortaan 's nachts uitgevoerd. Dit zit elkaar zo in de weg dat de PTT in 1997 besluit het vervoer per spoor te staken en alles voortaan over de weg te vervoeren. PTT schenkt de 3031 aan het Spoorwegmuseum en de overige motorposten worden verkocht. Ze zijn namelijk technisch nog tiptop in orde. Een aantal motorposten worden omgebouwd tot meeterrein, zoals op deze beelden de 3032. En hier in Amersfoort de 3024 van Eurailscout. Ook de 3029 is er nog. Deze motorwagen wordt momenteel door Stichting 2454 weer opgeknapt. Per spoor wordt er geen post meer vervoerd. Behalve dan de vele appjes en mailtjes die digitaal de weg naar de ontvanger vinden. In Nederland rijden sinds 1839 treinen. Tegenwoordig is de trein zelfs een van de modernste vervoersmodaliteiten ter wereld. Het spoornetwerk wordt al 100 jaar aangelegd, onderhouden en vernieuwd door de mannen van Structon Rail. Een deel van de ontstaansgeschiedenis begint hier, bij een verlaten spoorlijn in het dorpje Schijndel. Hier, vlakbij, lag een fabriek die bakstenen produceerde. Het was 1918. In Utrecht hadden de Nederlandse spoorwegen een kantoor nodig voor haar 1500 medewerkers.
Door de Eerste Wereldoorlog waren er veel onzekerheden en durfde geen aannemer de opdracht aan. Er werd door NS zelf een bedrijfje opgericht. NV het Spoorwegbouwbedrijf. Zij besluiten in 1921 het kantoorgebouw zelf te gaan bouwen. Er moesten 22 miljoen bakstenen geproduceerd worden. In Schijndel werd bakstenenfabriek De Molenheide overgenomen. Ook werd een timmerfabriek overgenomen voor het produceren van hout. En er werden 2 grote motorschepen aangeschaft, zodat het transport over de Utrechtse singels zelfstandig uitgevoerd kon worden. In 1952 verhuist NV het spoorwegbouwbedrijf naar Maarsen. En na de fusering met het Deense bedrijf Christiani en Nielsen in 1972 krijgt het bedrijf in 1974 de naam Structon Groep. Het eerste bouwwerk, het kantoor van NS, bestaat nog steeds. Tegenwoordig is het gebouw, met de bijnaam De Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail. Bij nacht en ontij, in weer en wind, staan de vakmannen klaar voor het werken aan de baan. Werk dat de mannen vaak hun leven lang trouw blijven. Wij vroegen hun om eens terug te blikken op hun mooie werk. Hadden we collega's, die waren echt heel netjes. Hè? Die waren hun kleding helemaal aan het opvouwen op het moment dat ze aan het werk gingen. En verkleedden zich bij de auto. En dan op dat moment dan smeerden wij de handvaten van Sjustumek in met teer. En dan ging die collega aan het werk. En dan hele handen onder het teer. Vond hij niet leuk natuurlijk. Maar ja, wij stonden met z'n allen natuurlijk wel daar heel smakelijk en hard om te lachen. Dus op die manier hadden we ook onderling wel heel veel... een leuke sfeer met elkaar. Maar ook wel hard, want je werd ook wel... het was ook wel een wereld waarin je terecht kwam. Best een harde wereld, waar als je als jongen kwam... waarin je toch wel in het systeem moest begrijpen wat jouw plek was. Voor de jongens buiten was het toen wel wat anders, want pauze was er niet bij. Ze konden een bakje koffie langs de baan krijgen en een rookworst, een halve rookworst... en dan voor de rest gewoon werken... Ja, en geen commentaar. Dus ja, dat heb ik mee mogen maken. Toen liep je gewoon met een zuurstoffles op je nek de spoordijk op. Als je een nieuwe fles nodig had. Ja, dat was nog niet anders. Tegenwoordig hebben ze allemaal worden er al houten trappen neergelegd. Die makkelijker erboven. Maar dat was vroeger gewoon niet zo. Waar je werk was, daar moest je zijn. En al moest je een zuurstoffles erboven dragen, dan deed je dat gewoon. Ik weet nog dat ik een keer wat zei. En toen werd er door een collega gezegd van, had ik jou wat gevraagd? Ik zeg nee. Hij zegt nou, dan kan je ook gewoon je mond houden. En als ik je nodig heb, dan hoor je het wel. En op die manier werd heel duidelijk gemaakt hoor, hoe de rangen en de standen waren. En de ouderen, die regeerden wel. Er werd eigenlijk nooit over gepraat en nooit over nagedacht. Het is zoals het is, als je werkt, nou ja, als je behoefte moet doen, dan ga je maar in de spoordijk zitten. Met als gevolg, als er een trein voorbij kwam, dan zat iedereen tegen je sterretje aan te kijken. Natuurlijk, dat was ook niet. Arbeiders zijn dicht bij het werk ondergebracht in geriefelijk ingerichte woontreinen en woonschepen. Vroeger kon je gewoon, trok je een geel vestje aan en je ging de baan op. Een veiligheidshelm hadden we nooit van gehoord. Alleen een geel vestje en veiligheidsschoenen was voldoende om naar buiten te gaan. En als je dan hoorde hoe de jongens vroeger dus op montage gingen... Dan moesten ze zeg maar, met de trein stapten ze op Maas station op en toen moesten ze naar Amsterdam toe. En toen hadden ze nog geen busjes, maar dan moesten ze een ladder meenemen. Dat betekende gewoon dat 2 man die gingen bij verschillende rampjes staan. Er werd een ladder aan en zaten zo de ladder aan de buitenkant van de trein. En zo gingen ze naar Amsterdam toe. Ja, als je dat hoort, ja, dan kun je eigenlijk niet meer voorstellen in deze tijd natuurlijk. Maar ja, dat was vroeger gewoon zo. En het was allemaal oude jongens krittenbrood. Het was gewoon een heel warm bad hier bestrukt. Ik heb hier 21 jaar met heel veel plezier gewerkt. Er ligt heel veel spoorlicht bovenop een dijk, op het teluut. Ja, en als er dan een paar dwarsliggers naar beneden waren gevallen... dan deden ze die gewoon op een schouder. Waar houdt het dwarsliggers, hè? Maar toch, zonder plaatjes 80 kilo op een schouder. En dan droegen ze dat omhoog. En Structon had dan een beleid 80 op een dag, niet meer...
Want dan kan je het nog jaren volhouden. Hè. Dan waren de jongens middags om 2:30 waren ze klaar en deden ze nog wat voorbereiding. Dat gedachtegoed is altijd wel bestrukt dan aanwezig geweest. Om na te denken dat de jongens van hard werken, maar ook zorgen dat ze morgen nog kunnen werken. Je had op dat moment gewoon dat de bovenleidingen, die werden 1 keer in zoveel jaar geschilderd. Hè. En dat gebeurde gewoon overdag. En daar waren kappen over aangebracht. Dus op die bovenleiding, hè, bij de leidingonderbrekers en waar je in aanraking kon komen met de spanning. En die schilders die zaten helemaal van boven tot onderin gepakt. Hun gezicht zag je alleen. En die liepen gewoon overdag over die portalen heen en waren gewoon die bovenleiding aan het schilderen. Tijdens de treinenloop, ja. En wij, ik zat dan bij Baan. En wij gingen dan, wij deden in een week, weliswaar werden die tongbewegingen, dat zijn onderdelen van wissels, niet gelast. Maar wij moesten in die week, in 5 nachten, 40 tot 45 tongbewegingen vervangen in die week. En die gingen we overdag voorbereiden. Maar wij stonden gewoon met de Stumex, met de machines, gewoon overdag in het spoor. En daar had je veiligheidsmensen bij. Ja, die waren super getraind. Want die zagen die treinen natuurlijk vertrekken. En op honderden meter afstand al hoe de wisselstanden lagen, zodat wij eruit konden stappen. Dus wij werkten gewoon tussen de treinenloop door, met machines in het spoor. Nou, er werd getoeterd en wij gingen eruit. Trein voorbij, machines gingen er weer in. En dat zijn wel machines dus van tussen de 80 en de 100 kilo. En die gingen er gewoon in en we gingen gewoon weer aan het werk. En zo waren we de hele week met ploegen op de eilanden, noemden wij dat dan. Hè? Want er liggen gewoon 200 wissels gewoon aan de gang om voorbereidingen te doen. Dat kan nu absoluut niet meer. Nee. De treinloop, de frequentie is veel hoger geworden. Waardoor treinen korter op elkaar rijden. Ze rijden sneller. Dus ja, dat kan gewoon niet meer. Structon Groep is een omvangrijk bouwbedrijf dat sinds 1974 nog vele jaren sterke groei kent. Structon Rail is verantwoordelijk voor spoorwegen in binnen- en buitenland. Dit bedrijfsonderdeel blijft zichzelf in de jaren die volgen continu vernieuwen. En wat natuurlijk veranderd is, is dat destijds NS niet onder de arbeidsinspectie viel. En dat uiteindelijk wel gebeurd is. Nou, toen kwamen die natuurlijk in beeld. En toen is gewoon het hele veiligheidsregime veranderd. Wij hadden een eigen cultuurtje, wij waren baanjongens. 350 man. En toen kregen we in één keer 2000 man erbij van NS. Ja, die zijn gewend om koffie te drinken in de keet. Ja, het ging echt best wat koffie doorheen, ja. Dat weet ik wel. Het verbaast me dat er nog van die kleine automaten staan. Wij moeten werken. Uiteindelijk blijkt dat helemaal niet zo is, als je die mensen leert kennen. Maar dat is wel een heel proces geweest van twee. Onze cultuur waren we een beetje kwijt. En er kwam een andere cultuur bij. En dat hebben we. Dat was ook het beleid dat we dat heel langzaam probeerden bij elkaar te integreren. En toen bleek uiteindelijk dat het jongens, dat het ook net mensen waren, net als wij. En dat ze ook wel verstand van de spoor hadden en ook gek waren van dat spoor. En is er gewoon een mooie uitbreiding van het vak geweest. Jawel, want ik denk in de spoorwerk, dat is een passie. Je doet het of je doet het niet. Dat is mijn beleving altijd geweest. Ja, ik vind absoluut dat je van een spoorfamilie kan spreken, want ik zeg altijd, het is geen werk, het is een levenswijze. Want op het moment dat je voor dit werk kiest, ben je daar gewoon 24 uur, 7 dagen in de week, zit dat in je hoofd. En als mijn kinderen vroeger, als we op de snelweg reden en er stonden structorcontainers, dan riepen ze, hey, structon. En mijn zoon werkt ook overigens op een structon, dus het heeft ook nog eens een vervolg gehad. En het is absoluut een spoorfamilie, want je kiest er inderdaad voor. Dus mensen zijn of heel snel weer weg, of aan de andere kant blijven de mensen gewoon heel lang. En dan zie je een hele trouwe aanhang binnen ons bedrijf van mensen die er al heel lang werken. Ik denk juist, hè, en dat is nog steeds tot op de dag vandaag wel mijn manier van werken, is dat als je de band goed aanhaalt onder elkaar en je weet juist het kameraadschap met elkaar voor elkaar te krijgen, hè, en gewoon als team te werken, dan zal je ook zien dat je dat resultaat terug gaat zien in de manier waarop je samenwerkt. En dat je daar juist op elkaar kan rekenen en ingespeeld bent op elkaar. En waarbij het ook zo is dat als er iets met iemand gebeurt, de emoties natuurlijk heel groot zijn en dat wil je absoluut niet.
Het credo verstructuren is ook, we werken samen, hè? We werken samen en we gezond weer thuis, hè? Want dat is gewoon het belangrijkste. Het werk is belangrijk, maar de veiligheid moet wel eerst geregeld zijn en dan gaan we pas aan het werk. En anders werken we niet. Het zijn onder andere deze vakmannen die het Nederlandse spoornetwerk beschikbaar en veilig houden. Al 100 jaar, in weer en wind en met passie voor het vak. Ook veiligheidssystemen, overwegen en stations horen daarbij. Allemaal zodat jij veilig en comfortabel kunt reizen. In 1988 kwamen de eerste 64 honderden voor NS op het Nederlandse spoor. In 2003 verscheen de eerste op het Barendrechtse spoor van de Maasoeverspoorweg. Maar dan in het klein. Een kilometer lang is het tracé van de Maasoeverspoorweg. Van april tot en met oktober rijdt deze modelbouwvereniging over het kleine spoortje in het recreatiegebied de Oude Maas. Een mooie spoorlijn met diverse items waardoor het net echt lijkt. De treinen komen seinen tegen, een tunnel en gaan zelfs over een brug. Ja, buiten de treinen maken we de hele infrastructuur, het spoor, de beveiliging langs het spoor. Alles wordt door de leden eigenlijk zelf gemaakt. Alles wat je ziet, ook de gebouwen. We zijn in zo'n vereniging als dit zie je dat er eigenlijk van alle disciplines wel een paar leden zijn. Dus je hebt mensen die zijn goed in timmeren, de anderen in metaal bewerken, lassen. Eigenlijk kunnen we het meeste in eigen huis realiseren. Dat is natuurlijk zeer prettig en wenselijk. Ja. Van 1998 tot 2003 bouwde Gert aan de eerste 6400 locomotief. Toen ben ik aan het ontwerp begonnen van de 6400. Die reden inmiddels al rond in Nederland. En bij mijn vorige werkgever heb ik daar lekker wat maten op kunnen nemen in de avonturen. En dan kroop ik onder zo'n locomotief met een rolmaat om het een en ander op te meten. En ik werk bij een machinefabriek, dus daar kon ik lekker mijn gang gaan. En zo van lieverlee is die gele locomotief tevoorschijn gekomen. Het is in principe een kopie van de kleine, maar dan echt op schaal. Dus het is een diesel aangedreven locomotief, dus een dieselmotor met een dynamo. Elektromotoren in de draaistellen en met frequentieregelaars aangedreven. Dus dat heeft deze ook. Dus alles wat die grote kan, dat kan deze ook. Het is een industriemotor die wij bij ons bedrijf ook gebruikten in aangedreven voertuigen. Dus ik was heel erg bekend met de techniek. En die dingen zijn gewoon te koop bij de groothandel. En met die techniek die wij op de fabriek gebruikten, daar kon ik hier ook in toepassen. En je ziet het rijdt geweldig. Ja, dus ik ben met die gele begonnen, die was klaar. En toen zijn we aan die rode begonnen, daar heb ik de benedenbouw van gedaan. En de club de bovenbouw, zoals ik al zei. En die blauwe, die is van een van de leden. Die heeft hem zelf gemaakt op het elektrische gedeelte na, dat heb ik voor hem gedaan. Ja, dat was mijn expertise. Naast locomotieven zijn er natuurlijk ook een aantal stammen met rijtuigen voor de mensen die een rondje mee willen rijden. Tegenwoordig krijgen deze rijtuigen kleuren die gebaseerd zijn op kleurstellingen van de echte NS-treinen. Zoals turquoise van de getrokken treinen in de jaren 50 en het donkerblauw met diagonale reclamebanen. Daarnaast is er bij deze club een grote collectie aan prachtige modellen te vinden.
modelbouwvereniging Hoekse Waard, waar we onze oorsprong vinden in Oud-Beierland. Die is in 1982 opgericht als een clubje modelbouwers die bij elkaar komt om een mooi werk aan elkaar te tonen en te bewonderen. Begin jaren 90 is het natuur- en recreatieschap IJsselmonde naar de modelbouwvereniging Hoekse Waard gekomen met de vraag of wij er iets in zagen, een plan om een recreatieterrein in dit gebied te gaan exploiteren, opbouwen en runnen. Nou, daar is op ingegaan. Dat zagen we destijds meer dan zitten. En zo is er dus in het begin jaren 90 ongelooflijk hard gewerkt door een ploeg om het spoor neer te leggen, de eerste treinen te bouwen. De V200 is onze eerste diesel-clublocomotief. In 1992 is dan daadwerkelijk de eerste reizigerstrein ook vertrokken, zal ik maar zeggen. Dus sinds die tijd, dat is alweer bijna 30 jaar, zijn we hier actief. Ja, het spoor heeft ook onderhoud nodig, hoe groot of hoe klein het ook is. Dus ja, we doen natuurlijk, we hebben een werktrein die staat standaard gereed met alle benodigde gereedschappen, lasapparatuur, ballastmateriaal enzovoort. Daarnaast hebben we ook nog goederen sierwagens, hè, dus daar rij je ook wel eens gewoon model goederentreinen rond. Daar kunnen dan natuurlijk geen reizigers mee, maar dat is puur voor de show dan. Dat geeft ook wel een leuke aanvulling op het geheel. De spoorbreedte die we hier hanteren, dus de grote modellen die rijden op 7,25 inch. En dan hebben we ook nog een kleinere spoorbreedte in de baan liggen van 5 inch. Dat zijn, zoals het al doet vermoeden, de inchmaten, komen de maatvoering uit Engeland. Daar is de hobby al van ver voor de Tweede Wereldoorlog in gang gezet, zal ik maar zeggen. En nou, dat is ook overgewaaid naar het vasteland. Normaal spoor omgerekend zit je dan ongeveer op 7,25 inch op een schaal van 1 op 8. Nou ja, we zeggen altijd in eerste instantie rijden we de treinen voor onszelf. Omdat het onze hobby is. Maar ja, het is natuurlijk ook het rijden voor het publiek wat hier in het recreatiegebied rondloopt. Kinderen, volwassenen ook net zo goed. Venlo. Vanaf hier vertrekken sinds jaar en dag de dieseltreinen naar Nijmegen. Anno 2021 zijn het de GTW's van Arriva. Vanaf hier rijden ze over de noordelijke Maaslijn, met de bijnaam Heilige Lijn. Na vertrek rijden de treinen direct over de Maasbrug en daarna het grote emplacement van Blerik. Ze slaan rechtsaf naar de grotendeels enkelsporige spoorlijn door het Limburgse groene landschap. De bijnaam Heilige Lijn heeft de lijn te danken aan het feit dat de spoorlijn een gebied met vele kapellen, kloosters, kerken en bedevaartsoorden doorkruist. Op het moment van opname in 2021 is het een fotogeniek traject, waarbij het lijntje door kleine dorpjes gaat en waar treinen met een kleine 100 km per uur overheen kachelen. Maar dat gaat veranderen. De spoorlijn zal binnenkort deels dubbelsporig en geëlektrificeerd worden. Hierdoor kunnen er straks meer en nieuwe treinen met 140 km per uur overheen rijden. Reden genoeg voor Spoorwegen TV om de lijn nog in huidige staat vast te leggen. Geniet dus van de mooie beelden die we maakten van de pittoreske stationnetjes, de spoorlijn in het glooiende landschap en het originele geluid van de dieseltreinen, zonder dat ik er steeds doorheen zit te praten.
Op 10 juli 2021 reed de VIEV, de Vereniging Innovatief Eurregionaal Vervoer, haar jubileumrit. Treinstel 151 van de stichting 2454 Crew werd ingezet voor deze mooie rit. Het is mooi weer, de trein zit vol, de sfeer is goed, de dieselmotor brult en we hebben een mooie route. Alle ingrediënten voor een prachtige dag. Wij bestaan ondertussen 25 jaar. En wat we willen gaan doen is een rit uitvoeren over grensoverschrijdend spoor. Dus wat dat betreft gaan we vandaag vanaf Nederland, Nijmegen richting België. Natuurlijk streven we al heel lang het doel na om tussen Nijmegen en Kleef te kunnen gaan rijden. Daar hebben we ook een keer eerder met jullie over gesproken, in aflevering 15 uit mijn hoofd. We hebben de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij opgericht omdat we zien, zeg maar, net zoals ruim 150 jaar geleden, dat de politiek een hele grote kans laat liggen. En wij vinden dat de burgerij zelf het initiatief moet gaan opnemen. Nou, we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers als vereniging, dus wat we in eerste instantie willen doen, in ieder geval dit jaar 2018, is met een aantal vrijwilligers het spoor schonen. Nou, als we in 2020 daadwerkelijk met een trein zouden kunnen gaan rijden. Wat dat betreft heb ik destijds een beetje een opportunistisch tijdspad geschetst. Want ik hoopte eigenlijk al dat we vorig jaar zouden kunnen gaan rijden. We merken natuurlijk ook dat corona wat roet in het eten heeft gegooid. Maar wat dat betreft, we vinden het vooral belangrijk als vereniging, ook want we staan door onze leden, om een keer toch een leuke excursie te doen. Dus vandaar dat we eigenlijk voor een ander traject hebben gekozen, namelijk tussen Weert en Budel, waar we vanaf Nijmegen naartoe rijden. Daar is ook een andere belangenorganisatie mee bezig om die spoorlijn te reactiveren. Die is wel opgenomen in het regeerakkoord. En daarmee willen we gewoon verder gaan. En we laten eigenlijk gewoon zien dat door een gecharterde trein, deze prachtige plan U151, dat het mogelijk is om grensoverschrijdend te rijden. En wat dat betreft willen we dit ook gewoon gaan gebruiken richting provincie Gelderland, om nou eens een keer echt te gaan investeren in die spoorlijn Nijmegen en Kleef.
Wij zijn heel blij en nogmaals, we zijn trots op dat we in ieder geval een grensoverschrijdend traject gaan doen tot en met België. Laat dit het begin zijn van heel veel mooi vervolg. Als eerste werd koers gezet naar Weert, om vanaf daar te vertrekken naar Budel. Het traject Weert-Budel is onderdeel van de uit 1879 stammende IJzeren Rijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach via Nederland. De lijn wordt al vele jaren niet meer voor reizigersvervoer gebruikt. Om onze aflevering niet te lang te laten duren, laten we het traject hierbij versneld zien. Op ons YouTube-kanaal zullen de beelden later in normale snelheid te zien zijn. Er werd zelfs tot aan de Belgische grens gereden. De trein past precies tussen de grensbordjes en de daadwerkelijke grens. Verderop bij het Belgische sein. Toetje of het nagerecht en dan rijden we gewoon tussen over de stamlijn bij Born, Sittard. En ja, dat vonden we gewoon mooi om te doen. We waren toch in de regio met deze gecharterde trein en dan moet je gewoon wel alles meepakken wat je kunt pakken. En na dit uitstapje werd er koers gezet richting Nijmegen, de stad waaruit de VIF weer treinen richting Kleef wil zien vertrekken. Er wordt weer een nieuw onderzoek verricht. En volgens mij hebben we al 25 jaar lang onderzoeken en overal komt uit dat het gewoon haalbaar is. Alleen, we hebben gewoon zoiets van, zet de next step. Ga gewoon verder. En nogmaals, ook Kreis Kleef heeft €150.000 uitgegeven aan een onderzoek dat op dit moment gewoon verricht wordt. En wij willen gewoon graag als een soort van mogelijk exploitant in ieder geval in beeld komen dat wij ook gewoon heel graag zouden willen gaan rijden tussen Nijmegen en in ieder geval in het begin Groesbeek. Ja, het is de eerste officiële treinrit op het openbare spoor. We hebben 2 keer eerder eroverheen gereden en toen nog met een railhok tussen Nijmegen en Groesbeek. En zelfs een keer tot met Kleef, dus wat dat betreft is allemaal mogelijk. Maar dit is de eerste keer dat we echt gewoon met een gecharterde trein zelf als spoorwegmaatschappij rijden. En daar zijn we gewoon heel blij om. De eerste van velen, natuurlijk, dit wordt een succesverhaal.
We zijn in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en we vieren dit weekend het jubileum van de tram die hier 25 jaar rijdt. We zijn begonnen in april 1996, dus we zijn 25 jaar onderweg met de tram in het museum. Na de afgelopen 25 jaar kun je eigenlijk stellen dat toen de tram hier, het idee van de tram ontstond, dachten ze van we kunnen met één trammetje kunnen wat bezoekers vervoeren. En eigenlijk is het uitgegroeid tot een heel groot succes dat we nu eigenlijk materieel tekort hebben. En dat we met vier trams eigenlijk ja, de bezoekers kunnen vervoeren, maar dat we echt aan de max zitten. Het is, voor het publiek is het, staan we in de top 3 van waarom mensen hier naar het Openluchtmuseum komen, ook voor de tram. Met deze tram begon het 25 jaar geleden allemaal, de 520 van de RET. Deze Rotterdamse motorwagen uit 1931 rijdt sinds 1996 over de Arnhemse museumtramlijn. Dergelijke trams domineerden het Rotterdamse straatbeeld van de jaren 30 tot in de jaren 60. Het Nederlands Openluchtmuseum heeft 3 van dergelijke motorwagens en 1 aanhangrijtuig. In eigen beheer worden de trams in originele staat hersteld en onderhouden in hun eigen werkplaats. De tweede tram van het museum is zelf gebouwd. Een replica van de Arnhemse tram die in 1998 in het museum op de baan kwam. Verder wordt Rotterdam ook vertegenwoordigd door deze enkel geleden 631. Amsterdam wordt vertegenwoordigd door een railreiniger. Een speciaal voertuig dat normaal buiten openingstijden ingezet wordt voor het reinigen van de rails. Nou, we hebben sowieso al een gastram, een bijwagen uit Den Haag. Die is hier in april gekomen en die zit achter onze motorwagen die 100 jaar oud is, ook uit Den Haag. En speciaal voor dit weekend en ook nog een aantal weekenden in augustus hebben we nog een motorwagen, een drieasser uit 1949. En die komt uit Amsterdam en die rijdt hier ook rond. Vanavond is er een speciaal programma voor een groot aantal tramhobbyisten van de NVBS. En daar hebben we een speciaal programma voor gemaakt. We gaan met al het materieel rijden, dus alle 8 trams komen de baan op. Die komen in verschillende line-ups bij de remise tevoorschijn. Hier op het entreeplein. We gaan tegengesteld rijden, dus het rondje andersom. Dat doen we normaal ook nooit. De Amsterdamse railreiniger zal ook nog een rondje rijden. Die rijdt eigenlijk ook bijna niet. Dus voor de hobbyist is het een hele mooie avond. De SNE is de stichting NVBS Excursies en wij organiseren voor de NVBS alle excursies. Dat zijn dagexcursies, dat zijn meerdaagse excursies en dat zijn verre reizen. De NVBS is, let op, de Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden van het Spoor- en Tramwegwezen.
club is al 85 jaar oud, dus daar komt de naam ook vandaan, maar die is nooit veranderd. En dat is, je kunt het eigenlijk zeggen, de spoorliefhebbersclub. De SNE bestaat 25 jaar, 25 jaar geleden opgericht. We hebben natuurlijk heel lang door de corona platgelegen en konden niks doen. Het museum, het openluchtmuseum, de tram rijdt daar 25 jaar ondertussen. En wij dachten, dat combineren we met elkaar. En we hebben dus voor de leden en samen met het museum dit evenement georganiseerd. Ruim 230 deelnemers aan onze kant lopen hier vandaag rond en gaan dadelijk eten. En dan is er nog een avondprogramma. Zoals je graag zien, is een lijnopstelling. Dat wil zeggen, we zetten een aantal trams naast elkaar en dan kunnen we die fotograferen. Dat doen we op drie stuks, zijn dat er. Een paar zijn er op het entreeplein, de rest hier rondom de remise. En de mooiste wordt uiteindelijk dat we alles wat we kan rijden, dat staat daar straks achter elkaar opgesteld. Dus dat is ook voor het museum is dat uniek. Dat hebben we ook in het museum nog nooit gedaan. Bij het rangeren met de Amsterdam 533 moet tijdens het achteruitrijden de stroomafnemer naar beneden worden getrokken op bepaalde punten in de bovenleiding. Dit in verband met de afwijkende stroomafnemer. Om het rangeren met de trams die een aanhangrijtuig hebben, diende de conducteur achterin te staan om met handgebaren aanwijzingen te geven aan de bestuurder en indien nodig de noodrem te gebruiken. Nou, we hopen de komende 25 jaar dat er flink in geïnvesteerd gaat worden in de tram.
Dat blijkt ook wel uit de onderzoeken die gedaan worden hier bij bezoekers. Het wordt hoog gewaardeerd, dus we hopen dat we in ieder geval 25 jaar door kunnen. En wellicht nog met ander materieel, wie weet. Wanneer NS de meeste nevenlijnen afstoten, kwamen daar nieuwe vervoerders te rijden. Deze vervoerders kochten vervolgens een nieuw treintype voor de Nederlandse sporen, de GTW. Sinds 2006 is dit treintype in Nederland te vinden. De GTW staat voor Gelenktriebwagen. Het Zwitserse Stadler bouwde dit treintype al sinds 1996. Toen de NS de nevenlijnen met weinig reizigers ging afstoten, kwamen er nieuwe vervoerders bij in Nederland. De NS zou het reizigersverkeer op de hoofdlijnen blijven verzorgen en de regionale vervoerders, zoals Connection, Arriva en Veolia, zouden het treinverkeer op de rustige lijnen gaan verzorgen. Er werden splinternieuwe treinen besteld voor het vervoer op die lijnen. Maar omdat die nog gebouwd moesten worden, reed men eerst nog met gehuurde oude treinen van de NS. Zoals de afgeschreven wadlopers en op enkele geëlektrificeerde lijnen met een mat 64 plan V. Bij Veolia werden de zijruitjes in de cabine zwart geschilderd, waardoor de plan V's weer het uiterlijk van vroeger kregen. In het noorden kwam Arriva te rijden. Zij plaatste in 2005 de bestelling bij Stadler voor 43 treinstellen. Op 8 juni rolden de eerste stellen in de rood-witte kleurstelling uit de fabriek. Hoewel het type standaard een maximumsnelheid van 120 km per uur had, zijn de stellen voor Nederland aangepast op 140 km per uur. 8 van de stellen voor Arriva zijn afwijkend. Deze stellen kunnen ook Duitsland in voor het treinverkeer richting Leer. Voordeel van de GTW's is de hoogte. De ingang van de trein is precies op perronhoogte. Hierdoor kunnen kinderwagens of bijvoorbeeld minder valide reizigers met een rolstoel ook makkelijk de trein in. Deze gelede treinstellen hebben een bijzonder ontwerp. Onder de bakken zit namelijk maar één draaistel. De bakken rusten verder op de bakken waar ze aan gekoppeld zijn. De korte bakjes in de trein zijn de motoren. Deze dieselmotoren drijven de trein aan. Er zijn twee smaken, de 2.6 en de 2.8. Waarbij de 2 staat voor het aantal aangedreven assen en de 6 of 8 staat voor het totaal aantal assen in het treinstel. Bijzonder is ook dat er niet alleen dieselversies zijn, maar ook elektrische versies. Zoals bijvoorbeeld bij vervoerder Airnet. De diesel- en elektrische versies kunnen samen gekoppeld rijden. Iets wat bij de meeste andere treintypes niet kan.
In Groningen is de rood-witte huisstijlkleur inmiddels verdwenen van de spurt, wat hier de bijnaam van de trein is. Er is sinds eind 2020 een nieuwe huisstijl doorgevoerd. Vanaf 2007 reed Veolia op de Maaslijn in Limburg en Nijmegen. Ook zij hebben met de GTW gereden. Bij hun onder de bijnaam Velios. Veolia reed in Nederland tot in 2016. Arriva heeft haar diensten en treinstellen hier overgenomen en rijdt met de treinen volgens de huisstijl die Arriva in het zuiden hanteert. Ook worden deze treinen vernoemd naar een bekend persoon uit Limburg. En ook rond Arnhem rijden deze treinen bij Breng, waardoor ze aan de hele oostkant van Nederland te vinden zijn. Een unieke modulaire trein die in veel smaken te vinden is. In de beschrijving van deze video zijn nog enkele technische details terug te vinden. Op zaterdag 25 september was er tussen het reguliere treinverkeer door iets heel moois te beleven. In het kader van Den Bosch onder stoom, een initiatief van Modeltreincenter, reden er de hele dag stoomtreinen tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch. De VSM 23071 en de SSN 23023 waren met historische rijtuigen op het spoor te bewonderen. Op zondag 26 september reed de SSN 01-1075 een rondrit door Nederland. Spoorwegen TV filmde vanuit de thuisbasis Wiegen deze compilatie.
We zien treinen natuurlijk het liefst rijdend in de actieve dienst. Maar zoals we vorig jaar al lieten zien, eindigen treinen na hun loopbaan wel eens in een andere functie als statisch object. Zoals monument, restaurant of als slaapplek. Ook dit jaar gingen we weer op zoek naar dergelijke treinen in een nieuw bestaan. We beginnen bij station Amsterdam Sloterdijk. Naast het station bevinden zich vier oude slaaprijtuigen en een restauratierijtuig. Na hun actieve dienst als nachttreinen vonden ze hier een nieuw bestaan als hotel. Hoewel de treinen op het spoor staan, is het spoor niet aangesloten op het hoofdspoor, dus zullen ze niet meer rijden. Voor de liefhebber staat onder het beeld welke rijtuigen dit zijn. In het sporengebied van Amersfoort staat bij de oude werkplaatsen sinds 2014 deze bijzondere motorwagen. Het betreft een MAT 24, die tevens als motorpost 9204 heeft gereden. Nadat deze blokkendoos is gebouwd in 1926, heeft ze diverse eigenaren gehad. Ze begon haar loopbaan bij NS, om via Stiebans en Herik Rail bij evenementenlocatie de rijtuigenloods als statisch object te staan. Tussendoor is dit ook nog enige tijd de meetrein Jules geweest. Als eyecatcher bij de spoorfietsen tussen Twekkelo en Hengelo is deze blauwe engel te vinden. Het stel dat jarenlang in de sporendriehoek heeft gestaan, werd in 2020 naar het oosten gehaald, waar het nu in het bos bij Hengelo staat. Het betreft treinstel 180. Eerder lieten we al zien dat er in Veghel een oude SIC te vinden was. Nou, we hebben er nog een paar gevonden. Zo staat er naast het oude stationsgebouw van Sneek eentje, de 323. Helaas in een optisch erg slechte staat. Naast het oude station van Huis ter Heide staat SIC 329 en de 352 is in Aalsmeer voor het oude stationsgebouw gezet, ter herinnering aan de spoorlijn die daar ooit gelegen heeft. In Woudenberg staat deze bouwval, het vroegere station van Woudenberg. Een stukje verderop is naast de supermarkt ook een SIC geplaatst, ter herinnering aan het spoorse verleden. Dit betreft een optisch in prachtige staat zijnde locomotor 301. Thank you.
Bij het Havenmuseum in Rotterdam is ook een SIC geplaatst. Om het beeld hier compleet te maken, is ook een open goederenwagon aangekoppeld. De SIC 347 is in de originele groene kleur geschilderd. Deze locomotors hebben echter ook in het geel rondgereden. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de 297 die op een industrieterrein in Deventer is geplaatst. Daar wordt de herinnering aan het industriespoor in leven gehouden door deze SIC. In Drachten staat de 662 ter herinnering aan het spoorverleden van Drachten. Maar er zijn ook andere monumenten en kunstwerken langs het spoor te vinden of op tracés van vroegere spoorverbindingen, zoals hier in het Brabantse Mil, waar ter hoogte van het vroegere emplacement dit kunststuk met de naam Spoorzone ligt. Wil je meer van dit soort kunstwerken en monumenten zien? Laat het ons weten in de reacties. Weet jij nog treinen te staan met een nieuwe functie? Laat het weten in de reacties. En vergeet je niet te abonneren, zodat je niks van Spoorwegen TV mist. In de media was in 2021 uitgebreid te lezen dat het originele Trans-Europe Express treinstel, dat al jaren in Amsterdam stond weg te roesten, een goed thuis heeft gevonden bij het Nederlands Transportmuseum. Maar wat is daar nog meer te vinden? In het Nederlands Transportmuseum, dat nu nog in Nieuw-Vennep is gesitueerd, is een grote collectie voertuigen te vinden. Hiermee wordt de geschiedenis van het transport in Nederland getoond. Ook railvoertuigen horen daarbij. De collectie is niet alleen van het museum zelf. Het museum fungeert als paraplu boven stichtingen met bijzondere voertuigen. Zo heeft de stichting een dak boven de voertuigen en heeft het museum een mooie collectie. We zijn eigenlijk, zoals onze secretaris het noemt, een werkmuseum. Het zijn allemaal projecten. En dat is misschien ook wel een dynamisch en bijzonder iets. Eigenlijk uniek voor Nederland dat wij deze projecten zo kunnen tonen. En je kan dus zien hoe een object gerestaureerd wordt. Zo'n militair voertuig of een bus of een vliegtuig. En sommige worden dan statisch opgeknapt en andere zijn straks hopelijk ook weer vliegwaardig bijvoorbeeld. En dat is leuk om wat ons betreft om dat te zien. Maar goed, welk spoorsmaterieel is er te vinden? We hebben dus trams, we hebben een metrotreinstel van het GVB. We hebben wat spoormaterieel van de geallieerde spoorwegen, het geallieerde spoorwegbedrijf. En we hebben de Trans-Europa Express, het voormalig icoon van de Nederlandse spoorwegen, in onze collectie inmiddels. En hier blijft het natuurlijk niet bij. Wij willen graag deze collectie verder uit gaan breiden in de komende jaren. Uitbreiding klinkt leuk, maar het museum staat eigenlijk al vol. Zo vol dat de Utrechtse sneltram niet eens op het museumterrein staat, maar bij een transportbedrijf een slordige 70 kilometer verderop. Daarnaast moet het museum van de huidige locatie vertrekken. Dus we zitten hier al tijdelijk en dat betekent eigenlijk tot eind 2022. Dan wordt het pand helaas wat ons betreft afgebroken, maar maakt het wel plaats voor huizenbouw. Die ook in Nederland natuurlijk op dit moment hard nodig zijn. Ja, het hele museum, althans de inhoud, 10.000 vierkante meter aan tentoonstellingsoppervlak en objecten gaan verplaatst worden naar een nieuwe locatie binnen de gemeente Haarlemmermeer. Daar zijn we druk mee in gesprek over die nieuwe locatie. Er is al een plek verkozen eigenlijk waarbij wij hopen dat we daar letterlijk mogen landen met al onze objecten.
De Zilvermeeuw is een metrotreinstel uit 44 stuks die ooit door het GVB, het Amsterdamse vervoersbedrijf, zijn besteld. Voor de eerste metrolijnen vanuit toen Weesperplein naar Gein, dat is de Bijlmermeer in het Zuidoost. Dat moest ontsloten worden. De mensen daar, die daar woonden, moesten ook snel naar het centrum kunnen worden vervoerd. In 1977 is dat geopend met dit treinstel, treinstel nummer 23. Koning Beatrix op dat moment en prins Klaus hebben die eerste rit verzorgd met burgemeester Polak, die op dat moment de stad bestuurde. Overigens, het metrostel heeft ook de laatste rit verzorgd in 2015, in juli 2015. En hij wordt in een wekelijks regime wordt hij opgeknapt. Hij heeft erg te lijden gehad van een periode dat hij buiten stond en onder de graffiti kwam te zitten. Nou, inmiddels is de graffiti bijna volledig verwijderd door een aantal van deze vrijwilligers. Een helft job, zo gezegd. Het is opgebouwd uit roestvrij staal. En dat moet weer mooi gaan glanzen natuurlijk. De geallieerden hebben in totaal in 3 jaar tijd 100.000 stuks aan spoormateriaal gebouwd, locomotieven en wagons, om de bevrijding mogelijk te maken. Want weet dat elke vechtende soldaat had 7 logistieke mensen achter zich staan. En hij had 8 ton goederen nodig in dat jaar dat hij door Europa gelopen heeft om ons te bevrijden. En vanaf zeg maar juli 1944 tot en met mei 1945 hebben de geallieerde spoorwegen alle transporten verzorgd om die mannen te bevoorraden. Van die 100.000 treinen is er nog maar heel weinig over. Na de oorlog was het staal hard nodig en zijn heel veel van die treinen verschrot. En dat wij in het Nederlands Transportmuseum hier nu een aantal objecten hebben staan, dat is echt wel bijna uniek te noemen. We zien hier een zwarte locomotief, dat is een diesellocomotief. Hij oogt trouwens als een stoomlocomotiefje, maar dat komt omdat hij in de jaren 30, eind jaren 30 is ontworpen. En achter de locomotief is een gesloten goederenwagen te zien. Zoals de Amerikanen hem noemt, het is een boxcar, eigenlijk een vierkant doosje. Want dat is een Amerikaans product. En die boxcar, dat is in een plat pakketje is hij in het karton samengepakt en vervolgens naar Engeland verscheept. En daar zijn ze geassembleerd en toen met een schip op het vasteland gezet. De havens waren geblokkeerd en die locomotieven moesten toch aan land komen. En die wilden de geallieerden gebruiken voor rangeerwerkzaamheden. En dat kon niet anders dan via het strand. En dat is voor deze machine dus een absoluut unieke geschiedenis. Het is maar voor een aantal locomotieven is dat gebeurd, waaronder dit exemplaar wat wij hier in het museum hebben. We hebben op ons terrein ook nog een Warflat staan, een 45 tons platte wagen. En daar konden 2 Shermans op geplaatst gaan worden. Die Sherman die reed relatief langzaam. En het front dat liep steeds verder weg vanaf de Normandische havens. Hè. Dat ging met 10, 20 kilometer per dag. En die aanvoerlijnen werden steeds langer. En daarvoor waren die Warflats nodig. En die Warflat bracht letterlijk de tanks zeg maar, naar het front. Er zijn 25 van deze tramstellen gebouwd oorspronkelijk. En dat was om IJsselstein en Nieuwegein te ontsluiten, zeg maar, richting Utrecht. Ze hebben van 1980 tot 2020 hebben ze gereden. Het laatste exemplaar, de 5017, is in onze collectie terechtgekomen via de Tramwegstichting. Die hebben daar erg veel moeite in gestoken om maar 1 exemplaar te bewaren. Men zocht er een huis voor. En de Stichting Nederlands Transportmuseum biedt graag daar ruimte voor. Nee, de ruimte is er op dat moment in onze hal niet meer. De hallen zitten letterlijk vol, 10.000 vierkante meter. Dus hij staat nu bij de firma van de Vlist in Scheluinen, die ons daarin faciliteren om niet zoals dat zo mooi heet. En daar zijn we wel hen zeer erkentelijk voor. Nou, uiteindelijk is het wel de bedoeling om de tram bij ons op het nieuwe terrein neer te gaan zetten. Het liefst eigenlijk ermee te gaan rijden. Daar streven we wel naar om ook rijdende objecten te gaan hebben. Het belangstellende publiek daar te vervoeren van het ene punt naar het andere punt. En ook binnen dat hele Park 21. Want, wij gaan straks deel uitmaken van Park 21. En dat is een park wat diverse evenementsterreinen gaat herbergen of ontspanningsterreinen. En daar hopen we dan ook een tramlijn voor neer te gaan leggen.
Ja, wij zijn ontzettend trots op de verwerving van het icoon van de Nederlandse spoorwegen uit de jaren 50, zeg maar de wederopbouw, de Trans-Europa Express. Een eerste klas zakelijke trein die bedacht is qua concept door de voormalige NS-president-directeur Den Hollander. En die zag zijn reizigers en dan met name de zakelijke reiziger in het vliegtuig stappen. Wat toen opkwam en gebouwd was de Fokker F-27. En daar, dat was natuurlijk een snelle manier van transport. En een zakenman heeft altijd haast. En Den Hollander dacht van, daar moet ik iets tegen in het geweer brengen. Ik bedenk een ander concept en dat is het Trans-Europa Express concept geworden, het netwerk. En dat is een deelname van 7 verschillende landen, met elk hun eigen trein, maar wel een conforme uitstraling. En dat conform betekent altijd eerste klas, een hoge bedieningsgraad zeg maar, qua personeel of qua eten, op een hoge standaard. Het was ook een duur treinkaartje overigens. En vooral snel, dus met weinig stops, alleen tussen de hoofdsteden eigenlijk dat de trein reed. En je had op dat moment nog in de jaren 50, 60 de grenzen. Dus je moest altijd stoppen aan de grens. Nou, daar had Den Hollander ook al een oplossing voor bedacht. En dat is dat de douanier letterlijk mee aan boord reist. Zodat je niet hoeft te stoppen aan de grens, maar in de trein jouw paspoort gecontroleerd kon worden. Dit is het restauratierijtuig en hier konden 32 mensen een luxe dineren, dan wel lunchen of een drankje gebruiken eigenlijk. En er is een zeer fraaie keuken ook aanwezig. Daar stond echt wel een topkok stond daarin te kokkerellen. Wij hebben als Nederlands Transportmuseum 3 rijtuigen van de 1003 gelukkig in ons bezit inmiddels. En vandaar dat het logischerwijs de 1003 gaat worden. Hoewel altijd de motorwagen of de locomotief bepaalt altijd het nummer. Maar wij achten het logischerwijs en plausibel dat het de 1003 gaat worden. De motorwagens zijn reeds in 1980 in Canada gesloopt. Want deze trein heeft ooit vanaf 1977 in Canada gereden bij Ontario Northland Railway. Die deze treinstellen kocht, althans 4 exemplaren nog, de resterende 4. En de motorwagens waren niet echt opgewassen tegen het Canadese klimaat. Dan wel de techneuten konden niet zo goed met die Europese techniek omgaan. En uiteindelijk besloot men om de motorwagens te verschrotten. En dat is wel heel helaas eigenlijk. Dus wij hebben nog wel een extra uitdaging naast het restaureren van deze rijtuigen. Nou, het ultieme doel is, althans daar, dat moet je denk ik altijd nastreven als museum, om het hoogste haalbare te realiseren. En dat zou het rijden op de hoofdspoorbaan weer zijn. Genoeg te doen dus. Voor treinstichtingen wordt het steeds moeilijker en duurder om hun materieel te stallen en te onderhouden. Met de verhuizing van het museum naar Park 21 met eigen spooraansluiting biedt het Werkmuseum een mooi onderdak voor stichtingen met historische treinen. Wij zijn de Museumtramlijn. Wij rijden sinds 1975 op dit baanvak. Het baanvak Amsterdam-Haarlemmermeer, station Bovenkerk. En dat is het laatste overgebleven stuk van de Haarlemmermeerlijn. Sinds 1975 rijdt de EMA, dat staat voor Elektrische Museumtramlijn Amsterdam, over een deel van voormalige Haarlemmermeerspoorlijnen tussen Amsterdam en Amstelveen. Het stationsgebouw van Amsterdam-Haarlemmermeer is er nog in volle glorie te vinden. Het bijzondere in 1915 gebouwde stationsgebouw in landhuisachtige stijl is tegenwoordig het beginpunt van de Amsterdamse Museumtramlijn. Waarom we hier rijden? In 1975 was Amsterdam nog niet zo toegankelijk voor museumtrams, laat het zo zeggen. En toen is er een zogenaamde initiatiefgroep gekomen. En die heeft geopperd om deze lijn, die net gesloten was voor goederenverkeer, om deze hier op te gaan exploiteren. En dat is steeds verder uitgebouwd.
Wij zijn zelf de eigenaar van de rails en de sporen. Vanaf de Haarlemmermeertje naar Bovenkerk. Maar op dit moment hebben we een, zijn ze bezig met de verbreding van de A9, de Rijksweg A9. En vandaar dat ons viaduct eventjes weg moest. Dus we rijden nu tot de A9. Het is de bedoeling dat het daarna weer terugkomt. En dat zal zijn uit mijn hoofd in 2026. We zitten nu in de 144, een tram uit 1904, een van de oudste stukken, de ene oudste. En ja, een absoluut A-stuk. De 144 is vrijwel origineel, alles wat je ziet is origineel. We hebben een nog oudere, de 72, maar dat is een kippenhok geweest. Dus daar is een hele hoop nieuwbouw aan. Dus vandaar dat we altijd zeggen, dit is de echte originele. Dit is het eerste tramtype van Amsterdam. Hij heeft 50 jaar in Amsterdam gereden en tramnet opgebouwd. Dus van 1904 tot 1952. Typisch zijn die twee grote gebogen zijruiten. Voor de rest is het typisch dat de balkons zijn dichtgemaakt in 1906 al. En voor de rest het geluid. Het is heel typerend. Je hoort de rechte tandoverbrenging van de elektromotoren. Ja, het is heel oud. Museumtrams rijden ook rondritten dwars door de stad zelf. Niet alleen voor passagiers is dit een belevenis, ook omstanders grijpen hun telefoon om plaatjes te maken van dit rijdende erfgoed. In de afgelopen 100 jaar is bijna alles aan de trams veranderd. Bijna alles. De wielmaten en bovenleidingspanning zijn gelukkig hetzelfde gebleven. En hoewel de trams ook in het geel en grijs door de stad gereden hebben, lijkt de huidige kleurstelling weer enigszins op dat van vroeger. Blauw van onder en licht van boven. We hebben 92 tramwagens op het moment. Dat gaan we nog reduceren naar 82. We hebben niet alleen Amsterdamse trams, we hebben ook trams uit Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam, Praag en uit Wenen. En we moeten kritisch naar onze collectie kijken, doordat we eerst een nieuwbouwremise krijgen. En daar passen wat minder trams in. De 602, dat is een Amsterdamse geleden tram van de derde generatie. Je had daarvan dat type 7 generaties. En het is een typisch Amsterdam ontwerp. Waar steden als Den Haag en Rotterdam voor standaard types koos, had Amsterdam een eigen type ontworpen. Met een eigen neus, met een typerend front. Dan denken ze aan een gele bolkop, zoals we dat noemen. En dat is de 602. De nieuwste aanwinst is de 1112G.
Dat zijn trams die zijn gemaakt tussen 1989 en 1991. We hebben daarvan twee exemplaren. De 919, dat is een 11G, en de 820, dat is een 12G. En die zijn eigenlijk sinds dit jaar niet meer te zien in het straatbeeld van Amsterdam. En eigenlijk heel plots, vanwege de corona, hebben ze het vervroegd afgevoerd. Onze nieuwe aanwinsten die krijgen we altijd geschonken van het GVB. Dat gaat of om een symbolisch bedrag van een euro of om niet. Deze twee zijn om niet gegaan. En zo ieder type krijgen we er een van. Wij zijn op zijn zeer goede voet met het GVB. Nauw contact. Het GVB weet ook echt van ons bestaan, gelukkig. We staan ook met een aantal trams van ons in de Remise Lekstraat. En daar zijn we heel blij mee dat we zo met het GVB om kunnen gaan. Terug in de Havenstraat bij het oude Haarlemmermeerstation. Hier bevinden zich de remises en werkplaatsen van de EMA. In 2021 is er met de gemeente Amsterdam een akkoord bereikt over het terrein rond de Havenstraat. De vele loodjes, schuurtjes en andere bouwsels moeten plaatsmaken voor woningen. Gelukkig mag de EMA blijven en mogen ze een nieuwe, toekomstbestendige remise bouwen. Ik werk dan toevallig zelf bij het GVB, maar dat hoeft niet. Iedereen is welkom bij ons. Leeftijden is ook zeer uiteenlopend. We hebben de jongste medewerker is 14 op het moment. Dus die gaat onder begeleiding allerlei werkzaamheden, voert hij uit. En de oudste is in de 90. Onze toekomstvisie dat is enorm. We hebben een heel bedrijfsplan geschreven tot op 2030. We zitten natuurlijk met een nieuwe remise die er gaat komen, een tijdelijke overbrugging. We gaan lijn 20, dat is de stadsrondrit voor toeristen, gaan we opstarten. En onze collectie verder profileren en restaureren. Enorm veel te doen. Welkom en leuk dat je kijkt naar Spoorwegen TV. Vanuit huis, de zolder, het toilet, op school of in de trein. Wij vertellen de verhalen van op en rond het spoor die normaal verborgen blijven. En dat proberen we zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Vandaag voor de 50ste keer. En we zijn blij dat jullie zo massaal blijven kijken. Vandaag een terugblik. Hoewel de afleveringen sinds 2017 te zien zijn, in 2016 waren we al begonnen met de productie ervan. En in de tussentijd is er veel te zien geweest op het spoor. Ad, neem jij het over? Ja, dankjewel. We gaan eens kijken wat zich de afgelopen jaren zoal heeft afgespeeld voor onze camera's. Toen we begonnen ging net de type MAT 64 buiten dienst. Er werd een uitgebreide afscheidsrit door het land gereden met vier stellen. Het achterste stel uit het rijtje, de 876, bleef daarna achter in het Spoorwegmuseum. Niet alleen de 876 is bewaard gebleven voor het nageslacht, ook de 904 is als museumtrein bewaard. Geen museumstel, maar wel bewaard gebleven MAT 64 is de Karel. De Karel Foundation heeft de trein om charterritten te maken. Opbrengsten hieruit gaan naar het KWF. Met haar prachtige rode kleur een opvallende verschijning op het Nederlandse spoor. In 2019 gingen ook de laatste oude dubbeldekkers buiten dienst.
Hoewel de dubbeldekkers van het type MDDM omgebouwd werden tot DDZ, wat staat voor dubbeldekkerzones, ging het type DDAR dit jaar aan de kant. Ook de locomotieven uit de 1700-serie gingen nog grotendeels uit dienst. Deze treinen werden vervangen door de nieuwe sprinters, het type Flirt en SNG. Na het buitendiensttreden van deze treinen heeft de NS nog maar enkele 1700'en in dienst. Deze trekken de Intercity Berlijn tussen Amsterdam en Bad Bentheim. Nog steeds met een tijdrovende lokwissel in Bad Bentheim. Er zijn meer treinen uit het straatbeeld verdwenen. Zo heeft de NS afscheid genomen van dieseltreinen. De DM90-stellen met de bijnaam Buffel waren de laatste dieseltreinen die de NS nog bezat. Het Spoorwegmuseum heeft de 3426 aan haar collectie kunnen toevoegen. Het grootste deel van de resterende stellen is verkocht aan het buitenland. In de nacht van 9 op 10 december 2017 werd afscheid genomen van deze treinen. Eind 2021 viel ook het doek voor de SGM, het treintype dat sinds 1974 dienst deed op de baanvakken waar de stations kort achter elkaar lagen. En de treinen dus snel moesten kunnen optrekken en afremmen. Met dit type ontstond het fenomeen sprinter. Het volgende station is Nijmegen-Tukkenburg. Gelukkig verdwenen er niet alleen treinen, maar kwamen er ook nieuwe types bij, zoals de Flirt. In aflevering 2 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan dit treintype. Later is deze treinsoort ook bij andere vervoerders in dienst gekomen. Vanaf dienstregeling 2019 kwam de Sprinter Nieuwe Generatie in dienst bij de NS.
Na een dodelijk ongeluk in 2020 werd besloten de blauwe kleur bij de cabine te vervangen door een gele kleur. Zo zouden de treinen beter zichtbaar zijn. Al vele jaren rijdt de Alpenexpress van Nederland naar de Oostenrijkse Alpen. Sinds 2017 gebeurt dit onder de vlag van RailExpress. Na het opheffen van de laatste reguliere slaaptrein in 2016 was dit de laatst overgebleven slaaptrein in Nederland. Maar in 2021 begon de slaaptrein aan haar revival. Om weer slaaptreinen te kunnen rijden, koos NS ervoor om Vectron-locomotieven te huren. Om te testen werd in 2020 een locomotief in de dienst van de Intercity Berlijn ingezet. Vanaf 24 mei 2021 reden er weer reguliere nachttreinen tussen Nederland en Oostenrijk onder de naam Nightjet. De NS Vectrons werden ingezet met de nieuwe NS kleurstelling. Sinds 12 december 2021 wordt er ook naar Zwitserland gereden. Maar er ontstaan meer initiatieven. Zo vertrok op 15 oktober 2021 iedere week een nachttrein naar andere Europese bestemmingen onder de naam Green City Trip. Deze treinen rijden met oude, gehuurde Euro-Express-rijtuigen. Een ander nieuw initiatief was Dinner Train, een wekelijks rijdend restaurant van Train Charter Service, nog begonnen onder de naam RailPromo. De nieuwe Flow kleurstelling van de NS verscheen in 2021 niet alleen op de Vectron, maar ook op de gereviseerde Virm treinstellen. Om te zijner tijd onder andere het ICM-materieel te vervangen, heeft NS de nieuwe ICNG geïntroduceerd. Deze treinstellen komen momenteel mondjesmaat Nederland binnen en zullen binnenkort in dienst verschijnen. Enkele stations werden gesloten. En in 2017 zelfs een hele lijn. De lijn tussen Hoek van Holland en Rotterdam. Ooit enorm belangrijk voor de verbinding tussen Engeland en Europa werd gesloten. Tijdens het afscheid reden de hele dag museumtreinen tussen Rotterdam en Hoek van Holland Haven. In 2019 werd de lijn na een verbouwing van 3 jaar heropend voor een light rail verbinding van de RET. Bij andere bedrijven zagen we de afgelopen jaren veranderingen in het materieelpark. Enkele activiteiten daarvan speelden zich af voor onze camera's. Zo koos Structon Rail ervoor om in de toekomst met hybride treinen te kunnen rijden. De eerste stap daarvoor was de aanschaf van een elektrische locomotief. De 1824 was daarvoor de eerste.
Deze oude NS-lok werd helemaal opgeknapt en op 13 september 2019 gepresenteerd aan de buitenwereld onder de naam Nicole. RailExperts breiden uit met 9 locomotieven, waaronder 4 van deze V60'ers. Na een overname door het Duitse Rail Adventure in 2021 verscheen de 9903 in een Rail Adventure jasje. Op 26 november 2021 reed de lok met een Luxon Panorama rijtuig door Nederland. Op het gebied van railmusea hebben onze camera's overuren gedraaid. We zullen enkele hoogtepunten laten zien. Er zijn namelijk diverse historische treinen opgeknapt in de afgelopen tijd. Het Spoorwegmuseum in Utrecht had in 2020 een tentoonstelling over restauratie op en rond het spoor. Enkele restauratierijtuigen uit Nederland, België en Duitsland hebben tijdens die tentoonstelling in het museum gestaan. Het museum heeft hiervoor haar RD7659 restauratierijtuig uit 1951 gerestaureerd. Dit rijtuig ziet er nu weer uit zoals ze oorspronkelijk op de baan kwam. Stichting 2454 Crew werd opgericht om de 2454 op te knappen. Deze locomotief is daardoor sinds 2017 weer in rijvaardige staat op het spoor te vinden. Maar dat was voor de club niet genoeg. Zo werd een begin gemaakt aan het restaureren van een Benelux stuurstandrijtuig. Plots kwam daar het project Plan U 151 tussendoor, dat weer een pareltje voor de museumwereld werd. Dit proces is in aflevering 36 terug te zien. In 2021 is de motorpost MP3029 rijvaardig gemaakt, kwam de motorwagen Jaap in de collectie en meest recent is plan V904 van de stichting MAT64 aan de collectie toegevoegd. Ook stichting Hondenkop kreeg wat bijzonders voor elkaar. De in 1986 in België achtergelaten Benelux hondenkop werd weer naar Nederland gehaald.
De afgelopen jaren is er door vrijwilligers hard gewerkt om dit stel ook weer rijvaardig te krijgen. En daarnaast hebben we natuurlijk nog heel wat meer in beeld mogen brengen. Het werk van de machinist, het werk aan het spoor, het werk aan de bovenleiding. Maar we gingen ook mee met de meetrein. We zagen Rotterdam in het groot en in het klein. In Den Haag zagen we zelfs heel Nederland in het klein. In Arnhem zagen we trams die je soms onderweg al tegenkwam. 2200 locomotieven die tegenwoordig ook bij musea horen. En verlaten treinen die nu ook een liefhebbende eigenaar hebben of een andere functie hebben. Spoorwegen TV is altijd op zoek naar verhalen van op en rond het spoor in Nederland. Wij bedanken jullie voor het kijken naar de afleveringen van Spoorwegen TV en tot de volgende!